Hey, Bart Volken hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie Video nummer 17, deel 2 van de uh, serie van 3 over werken in edit mode en dus leren hoe jij je eigen objecten maakt in Blender. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou: ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Alright, in de vorige video heb je kennis gemaakt met die... Punten, randen en vlakken. Of de vertices. Vertex. Ik weet nooit zo goed wat meer fout is. En edges en faces. En in deze video, eigenlijk maar over twee dingen. Over die punten, randen en vlakken weghalen. En met elkaar verbinden. Of vergeten te klikken. Nou ja, je snapt het idee. He. We gaan gauw naar Blender. En waar waren we gebleven? Kijk, in de vorige video hebben we dus 16 gedaan. En bij 17 hebben wij 4 doelopdrachtjes staan. En dan in de volgende video 18. Ietsje weer wat leukere. Anyway. Is. Wat ik ook even wil laten zien is hoe snel dat eigenlijk kan. Want in de vorige video heb ik natuurlijk heel lang over gepraat en heb het allemaal rustig uitgelegd en één voor één gedaan. Maar moet je kijken hoe snel je kan werken. Ik heb mijn tab en dan g doe ik die een beetje naar boven, gd een beetje naar beneden. Dan ga ik met tab weer uit edit mode. Pak ik hier deze edge en die doe ik met g i een beetje opschrijven. En tab ga ik er weer uit en tab ga ik er weer in. Met 3v select, met s ga ik deze kant op. Maak de vlak een beetje kleiner. En hier, wat moeten we hier doen? Tab ga ik in edit mode. 3v select, extra. .Dubbel R, een klein beetje draaien. En dan hebben we hier deze uh, tab. En met Ctrl R moest ik een loopcut maken. En met S kan ik die een beetje schalen. En die nagemaakt. Met tab ga ik hierin. Pak ik deze Face selector, doe ik inzet. En dan met Extrude kun je die een beetje groter maken. En dan pak ik hier deze. Met I doe ik inzetten met E ga ik hem extruden en deze kon ik even subdividen met A selecteren. Subdivide doe ik dat lekker uh, subdividen en hier was het pas op, want deze, deze bovenste vlak die uh, moet weg En met X kan ik die weghalen en bam! Nu zijn we gebleven waar we bij de vorige video zijn gebleven. Zo, dat was echt <laughs> super tempo. En uh, ja, op een of andere reden, als je film 16 nog niet gezien hebt, ga dat vooral kijken. Want uh, ja, daarin laat ik zien hoe dat moet. Maar wat ik vooral het punt was van deze mini tempo turbo boost demonstratie. Is om te laten zien hoe snel je kan werken in Blender. Als jij de toetsenbord en de tools gewoon een beetje in je kopje hebt zitten. Maar maak je ook niet druk als je iets aan het maken bent en je denkt... Pff, het kan vast handiger of er kan vast sneller. Boeien. Je bent lekker bezig. Je bent iets aan het maken, aan het creëren. En dan komt die handigheid vanzelf wel. Alright, we gaan naar eh, 17 kijken. Dus die eh, dingen weghalen en verbinden. We gaan even naar de mm, collection nummer 17. Rechtermuisknop Select Object. Dan zijn ze allemaal geselecteerd. Doe dat vooral na. Doe mij na. En wat je ook moet doen, dan is uh, numpad slash. Want dan gaan ze even naar local view. En dan zien we eens heel erg goed. En wat ik dan kan doen, is ga je naar z. En dan klik ik eventjes op rendered. Want met z kun je dat uh, taakmenu. En dan kun je snel switchen naar een rendered view. Of hierboven bij de knopjes. En waarom doe ik dat? Ik heb het een beetje donker gemaakt. Zie je? Want hier zit een lampje in. In het bolletje zit een lampje. Maar ik ga toch maar weer terug naar ik wou even laten zien dat er een lampje in zat. Want we gaan een gat maken. We hebben hier deze uh, UV-sfeer is het eigenlijk. Want het is eigenlijk een bol die bestaat uit vierkantjes. en Dat noem je een UV-sfeer. Maar we zijn nog niet in edit mode. Dat doe je dus met tab. Gaan we naar edit mode met uh, 3. Gaan we naar face select. En ik pak hier een uh, face. En dan druk ik op de X van delete. En dan wat wil ik dan deleten? Ik wil een Wees weghalen. Yes. Wat ik dan weghaal is dus het vlak. Die, uh, als ik weer op één ga, dan zie je dus punten en uh, randen weer. Die blijven staan. Ik haal alleen het vlak weg. En dan zie je dat hier ook een lampje in zit. Zo mooi. Hm. En dan de volgende is ga ik een edge weghalen. Dus ga ik er even uit edit mode. Ik klik op deze bol. En dat is ook een bol, maar deze bestaat uit drie hoekjes En dat noem je een ico swear. Ga ik eventjes naar tab. Ga ik in edit mode. En dan ga ik een edge weghalen. Dat moet ik dus met edge select actief maken. Met 2 op mijn toetsenbord selecteer ik hier een edge. En druk op x. En dan klik ik hier op edge weghalen. En oké, het gat wordt al ietsje groter. Waarom wordt het gat eigenlijk al ietsje groter? Nou, dat komt omdat je niet alleen een vlak weghaalt, maar je haalt hier deze rand weg, waardoor je dus ook twee vlakken weghaalt. En daardoor wordt het gat dus groter. Dus als je een edge weghaalt, dan kan het niet anders dan dat je ook twee vlakken weghaalt. En er zit weer een prachtig lampje in. Jee! Nou, door naar de volgende, en dat is deze kegel. En dan gaan we eens even een vertex weghalen. Ik geef uit edit mode. Ik selecteer de kegel. Ik ga met de tab weer eventjes in edit mode. En we gaan naar 1 en dan druk ik op 1 want dan heb ik vertex select. En die heb ik hier onderste vertex heb ik nu geselecteerd. Ik druk erop X voor het weghaalmenu. En dan kies ik hier voor vertices. En wow, opeens gaat er een heleboel weg. Dat komt omdat je dus door het herhalen van het ene vertex haal je ook zeg maar randen weg. En omdat je randen weghaalt, haal je ook veel meer vlakken weg. Dus. Het weghalen van één puntje kan veel meer gevolgen hebben dan het weghalen van gewoon een vlak zoals bij de groene UV-sfeer. Maar op die manier haal je dat dus weg. Maar ja, leuk en aardig. Hoe kun je dit soort gaten weer repareren? Nou, en dat kan op veel, veel manieren. En er is niet één allerbeste manier. En heel YouTube staat vol met uh, dingen over. Uh, handig uh, dit en dat in edit mode. handig uh, op die manier zo zo dit en dat oplossen. En dat kan je allemaal niet onthouden. Het gaat erom het resultaat en dat het je uiteindelijk lukt. En gaandeweg. Krijg je die handigheidjes wel te pakken. Maar goed, wat is het probleem? Maak het gat dicht. Want we hebben hier uh, Suzanne, dat is zeg maar het moscotte van Blender. Het aapje en die heeft een gat in zijn hoofd. Die moeten we dicht gaan maken. En ik ga even naar Solid View, want dan kan ik het ietsje beter laten zien. Want wat gaan we doen? Het gat dicht maken met Subdivision en Fill. Ik pak uh, deze aap en ik ga met Tab natuurlijk in Edit Modus. En ik zit nu in nummer 1, uh, vertex Select. En hoe gaan we dat eens eventjes fixen? Dat gaan wij doen met behulp van veel. Ik heb hier deze Vertex, ga ik eens eventjes... Selecteren en die ga ik verbinden met een vertex aan de overkant. Dus moet ik deze selecteren en met shift-klik uh, doe ik ook de andere vertex selecteren. En dan met de letter F kan ik daar uh, een, een edge, een rand tussen zetten en die is dan gevuld. Maar ja, hoe krijgen we dan bijvoorbeeld deze vertex hier aan verbonden? Want hier zit geen. Vertex. Dus deze kan ik niet zomaar verbinden daarmee. Kijk, ik zou wel, uh, even kijken hoor, deze hiermee kunnen verbinden. Maar zijn ze dus deze helemaal daar naartoe? Maar dan zit ze tussenin hier midden ook niet aan elkaar vast. Hoe doen we dat? Hebben we ook eerder gehad. En dat was subdivision. Dan gingen we een hele kubus uh, subdividen door midden, de midden hakken als het ware. Maar dat kan dus ook gewoon met een rand. Dat doe je door je rechtermuisknop te klikken. En klik je hier op subdivide. En dan krijg je weer het uh, minuutje. En dan kan je dus kiezen hoe vaak je wil subdividen. Maar in ons geval. Maar één keer. Wat er dan gebeurt is dat ik hier oh, een vertex krijg. Hier zie je die? En die kan ik dus met elkaar gaan verbinden. Doe mij na. Dus die klik ik en dan met shift en eh, links klik kan ik ze allebei selecteren. En net zoals net met F kan ik die dan ook vullen en dan pak ik deze en die. En heb ik ook weer met F. Voilà, heb ik hier de randen met elkaar verbonden. Maar ja. Als dit mijn hersenpan was, zou ik er ook niet heel blij van worden. Dus we gaan ook de boel eventjes een, uh, vullen met een vlak. En daarvoor ga ik ze allemaal selecteren. En ik hou shift ingeklikt, ingedrukt en uh, links klik, selecteer ik de vier vertices. En dan weer als ik op F druk, dan vul ik dus dat vlak. En er zijn ook dingen zoals bijvoorbeeld met uh, grid fill. Dan kun je dus uh, in één keer bijvoorbeeld dit uh, in één keer vullen, dat die al die middelste punten en randen in één keer pakt. Maar hé, hey, dat is het mooie van de oefening. Gewoon een keertje doen en al die extra handigheidjes van oh kan het ook zo, dat komt allemaal wel later. Goed, gaan eens even uit Uw edit mode object mode met Z ga ik even naar rendered kijken. En zie je dat? Het gat is dicht. Monkey heeft weer een hersenpan. We hebben het gat dichtgemaakt en wat je ook hebt gedaan is de vier opdrachtjes van video nummer 17, face weggehaald, edge weggehaald, en vertex weggehaald. En vooral geleerd is als je één ding weghaalt, dat er nog veel meer dingen weggaan. En we hebben het een beetje gefixt met subdivision en met de F van veel. All right, op naar de volgende video, nummer uh, 18. Daar komen nog een paar fancy dingetjes voorbij. <laughs> Smile, zie je daar. Mark